Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Waarom Florida? Leuk dat je kijkt. Vandaag is het onderwerp villa of hotel. We hebben meerdere ervaringen met villa's, maar ook met een paar hotels waar we geslapen hebben. Dus wij kunnen jullie er aardig wat over vertellen waarom je voor een villa zou kiezen of waarom je voor een hotel zou kiezen. Ten eerste gaan we vertellen over villa's waar we in hebben gezeten. Hoe boeken we die? Wat zijn de voordelen daarvan? Welke ligging? Dus de locatie is natuurlijk echt van belang. Maar ook wat de voordelen zijn van een villa ten opzichte van een hotel. En andersom. We boeken de villa's over het algemeen via Homeway.com. Dat is een website waarbij privé-eigenaren van huizen in Florida hun huis aanbieden voor de verhuur. Daarnaast zijn er ook commerciële bedrijven die meerdere villa's hebben, maar daar maken wij zelf eigenlijk nooit gebruik van. Omdat die ook vaak met extra schoonmaakkosten zitten en met extra fees en dat soort dingen allemaal. En onze ervaring is dat als je huurt van privé-eigenaren, dat die ook zuiniger zijn op de villa's. Onze voorkeur gaat eigenlijk ernaar uit om via privé-eigenaren van woningen te huren. En dat is ten eerste omdat die villa's over het algemeen zijn die beter onderhouden. Het zijn toch van mensen natuurlijk hun tweede huis, dus je kunt gewoon zien dat ze daar veel energie in steken. Dan nemen we contact op via het mailadres wat op de Homeway website staat, dus bij dat huis. En dan stellen we eigenlijk de vraag of een bepaalde periode dat wij daar naartoe zouden willen gaan, of die nog vrij is. En over het algemeen kun je dat ook wel zien op de agenda. Maar we nemen eigenlijk zelf altijd contact op met ze. En dan vragen we of die nog vrij is. En dan vragen we ook wat de kosten zijn voor onze te plannen vakantieperiode eigenlijk. Als je een privé-eigenaar van een woning, als je die aanschrijft, dan krijg je over het algemeen heel snel reactie terug. Dan krijg je dus door of de periode beschikbaar is. En vanaf dat moment dan kijk je of je qua prijs eruit kunt komen met elkaar. Hotels. Wij boeken onze hotels meestal via Expedia of Booking.com. Hier staan alle hotels wel op en er zijn er altijd genoeg te vinden in de gebieden waar wij zitten. De voordelen van een villa ten opzichte van een hotel vinden wij zelf is dat je een all-in prijs afspreekt met de huiseigenaren. Dus je hebt niet te maken met resort fees of servicekosten die je eigenlijk nog bovenop je huur moet betalen. Een eigen zwembad. Bij alle villa's die wij gehuurd hebben, heeft altijd een eigen zwembad gezeten. En dat is wel heel prettig. Voor Sarah en Kevin is dat fijn, voor ons is dat fijn. En dat bevalt wel heel goed. Ik zou er zelf ook geen één huren zonder zwembad. Nee. Eigen slaapkamers. We hebben ook wel eens op een hotelkamer gezeten waar we met z'n vieren in één kamer zaten. Dit kan heel gezellig zijn, maar dit kan s'avonds ook wel eens krap zijn als de kinderen al naar bed gaan en wij nog niet. Als Sanne en Kevin dan al naar bed zijn, dan kunnen wij gewoon in de villa nog lekker achter thuis zitten. En in een hotelkamer ben je eigenlijk gebonden en moet je eigenlijk al haast tegelijkertijd naar bed. Dus dat is wel echt een heel groot voordeel dat iedereen eigen kamer heeft in een villa. Een eigen keuken. In een villa heb je een compleet uitgeruste eigen keuken met koelkast, vaatwasser, oven, magnetron, alles zit erop en eraan. Dus je kunt boodschappen doen, spullen inpakken en je hebt gewoon alles tot je beschikking. De keuken is eigenlijk volledig ingericht. Dus je hebt eigenlijk alles wat je nodig hebt, van pannen tot staafmixen tot koffiezetapparaat, uiteraard van broodroosten tot aan tosti, magnetron. Dus je hebt eigenlijk alles bij de hand. En meestal, zeggen wij altijd, meestal nog mooier eigenlijk dan dat we thuis hebben. Zo volledig uitgerust zijn die keukens eigenlijk altijd. Daarnaast heb je in een villa een wasmachine en een droger. Nou, dat is natuurlijk ontzettend handig. Niet alleen voor tussendoor, maar ook als je weer naar huis heen gaat. Dat je je kleding voor de tijd gewassen hebt. Het gaat vanuit de koffer gaat het rechtstreeks de kast in. Dat is gewoon echt heel erg ideaal. En dat je ook niet heel veel kleding hoeft mee te nemen, want je kunt het wassen tussendoor en dan heb je altijd wat schoons. Dat scheelt behoorlijk in de koffers. De voordelen van een hotel ten opzichte van een villa vinden wij. Nou, als je op Disney gebied zit, dan is natuurlijk een hotel wel heel erg prettig. Omdat je dan heel erg dichtbij zit. En eigenlijk als je een hele drukke parkdag gaat, is het natuurlijk heerlijk om de bus te pakken. En vervolgens door te rijden naar je hotelkamer, waarbij je direct op bed kunt ploffen als je moe bent. Vaak is het in een hotel toch dat je meer overdag weg bent en alleen maar 's avonds bent. Het is wel veel compacter, het is gezelliger, dat je bij elkaar zit en dat je altijd contact hebt met elkaar. Het is niet per se gezelliger, maar Het is wel knus op een hotelkamer. Ja. Dus de afgelopen vakantie hebben we er toch ook een nacht of 8 hebben we op een hotelkamer gezeten. En het was wel hartstikke gezellig. Je moest jezelf altijd gezellig vermaken. Van ook elke morgen wat je bed hebt gemaakt, liggen de schone handdoeken klaar. Bij sommige hotels, als je het erbij hebt zitten, daar zit er een ontbijt bij, wat wij ook altijd wel heel prettig vinden. Je wordt wakker, je gaat naar beneden en je ontbijt en daarna ga je lekker klaarmaken. Ja, de locatie van de hotels zijn natuurlijk altijd op de plek waar je moet zijn. Ja. Het zij in Disneygebied, aan de andere kant echt aan het strand. Daar vind je natuurlijk niet of nauwelijks vakantievilla's die je kunt huren. Of villa's, zeker niet van privé-eigenaren. Ja, of tegen hele hoge prijzen. Dan dan wordt het voor ons op een gegeven moment veel te gek. Ja. Dan heb je het over prijzen van minimaal 150 tot 200 euro per nacht. Dat is niet wat we willen betalen in ieder geval. Hoe zit het met garanties? Nou, wij hebben de ervaring, als je een hotel boekt en je boekt het via een bekende site, dan zit daar genoeg garantie achter dat als er wat mis mag zijn, dat er gewoon alles aan gedaan wordt, dat het opgelost wordt. Nou hebben wij dat zelf nog niet echt meegemaakt, maar volgens mij moet dat niet of geen probleem zijn. Ja, afgelopen vakantie hadden we hotels, die moesten we eigenlijk pas betalen op het moment van inchecken. Ja. En die konden we nog tot 1 of 2 dagen van tevoren annuleren. Ja. Dat hebben we niet gedaan, omdat we van tevoren die planning hadden gemaakt, maar nou, dat is op zich wel heel prettig. Ja. En op het moment dat er wat aan de hand is, dan kun je natuurlijk altijd terugvallen op een Expedia.com of een Booking.com of iets dergelijks dan. Dus wat dat betreft is ons advies ook wel, boek altijd gewoon bij de grote jongens. Over het algemeen is de service van hen het best. De garanties bij de villa, je krijgt altijd wel een papiertje met de dingen erop en je hebt contact en je krijgt van de eigenaren krijg je een contactpersoon die daar zit, waar je altijd mee kunt bellen. Wij hebben 2 keer een zwembad gehad wat groen werd, dus waar de pomp niet meer goed werkte. Met 1 telefoontje kwam er iemand langs en werd het opgelost. Binnen een half uur was er een poolboy en die kwam langs en die deden wat schoonmaakmiddel in. En die haalde wat van de bodem weg en die deden wat tabletten in. En ja, dan mocht je er even niet in zwemmen, maar 2 uur later was zwemmen, het was weer schoon. En aan de andere kant hebben we 1 keer gehad dat het toilet de eerste dag verstopt was. De doorgangen van het toilet zijn in Florida heel anders dan hier zoals wij gewend zijn in Nederland. Die zijn echt ontzettend smal. Dus bij het minste geringste beetje gebruikt papier heb je al de kans dat het gaat verstoppen. Dus dat hebben we 1 keer gehad en toen moest er ook echt iemand voor langskomen. Normaal gesproken word je daar ook van tevoren voor gewaarschuwd. Vaak staat het in de beschrijving van de villa wel vermeld. En hier kunnen ook extra kosten voor een rekening gebracht worden op het moment dat je het toilet verstopt raakt. Maar die ene keer dat wij hebben gehad, kwam er iemand langs en was het ook binnen 10 minuten was het opgelost. En was het service van de zaak. Aan de andere kant, als je via homeaway.com een villa boekt, dan zit er via hen een garantie bij dat het goed komt. Dus stel dat je problemen hebt met de eigenaar, dus je komt in een conflict situatie, dan heb je altijd nog HomeAway achter de hand. Omdat de huiseigenaar ook weer kosten betaalt om op de HomeAway site te staan. Dus daar is wel een bepaalde afspraak over. En op het moment dat je die als huiseigenaar schendt, ja, dan kan het best zijn dat je helemaal niet meer op die site mag staan om je villa te vuren. Dus het is eigenlijk voor iedereen een win-win situatie. Ook staan er bij elke villa kun je recensies neerzetten. Dus je kunt vaak uit de recensies al wel halen of een villa erg in trek is, of dat er klachten over zijn of niet, dus heel veel uit te halen. Dus ja, daar kun je ook wel, hoewel ik me daar wel eens in heb verdiept en de vraag is altijd of de recensies echt zijn. En zeker als je heel veel recensies hebt. Maar over het algemeen zijn de recensies op de HomeAway website, ja, dat houdt met 10 wel op. En dan zijn het allemaal persoonlijke verhalen van mensen die een fantastische vakantie hebben gehad. Dus. Wij hebben het over het algemeen, met de villa zijn wij een hele goede ervaring. Ja, klopt. En met de hotels trouwens ook. Dus het is voor ons, zeg maar, net waar we willen zitten. We hebben wel eens gezegd van, nou, de volgende keer als we weer in Orlando-omgeving zitten, dan willen we een keer in een hotel. Maar uiteindelijk, hoe verder we ons daarin verdiepten, hoe meer onze wil, of hoe meer we toch weer gingen richting een villa, omdat dat toch weer de mogelijkheden voor ons wat vergroten en het ons ook het echte vakantiegevoel gaf. En wat we afgelopen vakantie hebben gedaan met de combinatie van hotel, villa, hotel. Nou, dat was ook wel een hele goede. Ja, dat beviel me wel heel goed. Ja. Onze eindconclusie is: voor ons wint de villa uit. En de redenen daarvoor zijn allemaal een eigen slaapkamer, privé zwembad. Voor mij geeft het toch iets meer het gevoel van het echte Amerika weer. Dus het wonen in een villa. Een stukje privacy die je hebt. Eigen keuken. Wasmachine en een droger die erbij zitten. En de hele goede ervaring die we hebben met huiseigenaren. Qua kosten voor ons ook interessant. Hopelijk vonden jullie dit weer een leuke video. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Waarom Florida?